Mannen die niet verder willen. Oh. Nou ja, hij wil wel verder, maar niet met jou. Kom maar even hier, dan krijg je een knuffel van oma Mattia. Kom maar. Pijnlijk. Allemaal als jij al wel gevoelens voor hem had. Of wanneer jou dit steeds overkomt en het een patroon vormt in jouw datingleven. Lisa die heeft een video gemaakt met de top 5 redenen waarom een man niet verder wil. Als je hier klikt kun je die video zien. En de video maakte nogal wat los. Omdat ook veel dames niet weten hoe ze hier nou het beste mee om kunnen gaan. Zo kreeg ik de volgende mail. Beste Matthijs, dit is exact wat ik meemaakte. En inderdaad. Hoe je ermee omgaat, blijft zelfs voor mij als therapeut een uitdaging. Een video hierover is dus meer dan welkom, knipoogemoticon. Het is nu maanden geleden en toch blijven veel vragen in mijn hoofd hangen. Er val ik nog in overlopen van de berichten in de hoop te achterhalen waar het fout gelopen is. Vermoeiend. Alvast bedankt, groetjes. Yes, dus in deze video krijg je 4 krachtige principes die jou de juiste mindset geven om het gesprek met hem aan te gaan. Zodat je de grootste kans hebt dat hij toch nog van gedachten verandert en inziet wat voor prachtige vrouw jou bent en dat hij voor jou gaat. En blijf kijken tot het einde, want ik vertel je ook hoe je voorkomt dat je überhaupt in deze situatie terechtkomt. Voorkomen, altijd beter dan genezen. Daar gaan we. Ik snap dat het lastig is om jezelf nieuwsgierig op te stellen op het moment dat hij vertelt dat hij niet met jou verder wil. Je zit immers met jouw verdriet. Jouw angst dat het toch niks gaat worden, dat je hem weer kwijtraakt. Misschien ook weer met de teleurstelling dat het weer zo is gelopen met een man. Toch is die nieuwsgierigheid ontzettend belangrijk om echt te begrijpen waarom hij niet verder wil. Want vaak komen mannen met loze antwoorden zoals... Ja, ik ben er gewoon nog niet klaar voor. En je vult die er vervolgens zelf al in. Misschien denk je dat hij nog met een ex zit, dat hij je niet leuk genoeg vindt, dat hij toch bindingsangst heeft. Maar wat bedoelt hij nou echt met... er niet klaar voor zijn. Sommige mannen hebben een beeld van relaties wat helemaal niet overeenkomt met de realiteit van hoe een relatie daadwerkelijk met jou gaat zijn. Soms denkt een man dat hij een leven moet gaan leiden in zo'n relatie wat niet echt bij hem past. Zo ken ik een verhaal van een man die heel erg hield van off-road, motorrijden, namelijk zo'n heerlijke dirtbike. En hij dacht altijd, zodra ik in een relatie terechtkom, dan moet ik dat opgeven. Want ik doe dit namelijk in mijn eentje en ik moet dan natuurlijk met mijn vriendin op vakantie. Tot hij een vrouw ontmoette die hem vertelde dat dit een van de eigenschappen was die ze super aantrekkelijk aan hem vond. En hierdoor besefte hij dat hij nog steeds die avontuurlijke persoon kon zijn in een relatie. Het grote punt is dit. Iedereen heeft een beeld over hoe ze als mens willen zijn. Denkt hij dat hij die persoon kan zijn in de relatie? En daar wil je achterkomen door een open en eerlijk gesprek te voeren. Soms zijn er situaties waardoor een man denkt dat een relatie niet gaat werken. Zo coachte ik een vrouw die een man date die voor een jaar naar Australië ging. Kerel die had zoiets van ja, we gaan elkaar een jaar niet zien, dus het contact kan nooit werken, we moeten het beëindigen. Omdat zij kalm bleef... positief en met creatieve oplossingen kwam, heeft ze er uiteindelijk voor gezorgd dat ze hem 2 maanden ging opzoeken. Hebben ze samen een reis gemaakt en tijdens die reis is hun band alleen maar verdiept en besloten ze zelfs de relatie officieel te maken. Door positief te blijven en met creatieve oplossingen te komen, kom je niet alleen heel aantrekkelijk over, maar toon je hem een pad wat nog verborgen voor hem was. Blijf dus in jouw kracht staan, blijf kijken naar oké. Als wij echt voor elkaar kiezen, dan moet er een weg zijn om dit te laten werken. En durf te strijden voor datgene wat jou echt aan het hart gaat. Wat waarde heeft voor jou. Weet dus dat in een situatie waarin een man twijfelt, jij nog steeds een krachtige positie kan hebben. Want je verliest niet alleen hem, hij verliest ook jou. En als hij wel gevoelens voor jou heeft, je aantrekkelijk vindt en chemie ervaart, dan zal hij dat niet willen. En wanneer je jezelf van de meest aantrekkelijke kant laat zien, zelfs in een situatie die moeilijk voor je is... is er alleen maar een grotere kans dat hij je nog meer gaat waarderen en meegaat in jouw positieve, creatieve instelling. Een gelukkige relatie bestaat uit 2 mensen die elke dag voor elkaar kiezen. Dat is het fundament waarop je die relatie bouwt. Maar wanneer jij helemaal naar hem toe beweegt omdat je bang bent hem anders kwijt te raken... laat je jezelf in de steek. Dus, wat je wilt doen is hem op een krachtige manier vertellen wat jouw relatievisie is. En dan... zijn relatievisie en jouw relatievisie op een positief, creatieve manier met elkaar laten matchen. En daarbij wil je jezelf niet verloochenen. Raak niet uit het oog wat belangrijk is voor jou. Want als jij jezelf als een waardevolle vrouw blijft zien, zal hij dat ook doen. Waardoor de nadruk komt te liggen op de fantastische partner
die hij nu aan het verliezen is als hij doorgaat in zijn besluit. Nu, vind je het voeren van dit soort gesprekken lastig of vind je het moeilijk om de juiste bewoordingen te vinden? Geen zorgen, I got you. In mijn online cursus, De Man van Je Dromen, Hem Krijgen en Houden, vind je namelijk een kant-en-klaar script wat ervoor zorgt dat hij definitief voor jou kiest. Het script is gebaseerd op principes van aantrekkelijke communicatie en dat kun je vormen naar jouw situatie, zodat je de grootste kans hebt dat je hem van gedachten verandert. Verder ontdek je in die cursus ook alle stappen hoe je van ontmoeting tot relatie gaat, zodat je ook niet meer in dit soort situaties terechtkomt waarbij een man gaat twijfelen en toch niet weet wat hij wil, zodat je dit soort negatieve patronen doorbreekt. En voor nu, speciaal voor deze video, geef ik 24 uur lang korting. Je vindt de link naar die cursus in de beschrijving. En wees er snel bij, want na 24 uur haal ik die link weg. En voor nu gaan we door naar het laatste belangrijke principe. Kijk, ik hou van mijn werk. Maar een van de vervelende kanten van datingcoach zijn is dat je maar één persoon hebt met wie je kan werken, terwijl een relatie is altijd twee personen voor de dynamiek zorgen. En wanneer de man die jij nu aan het daten bent, die twijfels heeft, niet verder wil, met allerlei excuses komt, niet mee wil gaan in die positieve creativiteit, en ook niet echt wil vertellen waar het hem nou gewoon om draait en met allemaal vage excuses komt, ja, dan wordt het een lastig verhaal. In het leven moeten we altijd oppassen met wat voor mensen we ons omringen. Als jij achter mensen aanloopt die van jou weglopen, kom je op plekken waar je niet hoort. Als jij er alles aan gedaan hebt in jouw macht om dit contact nog te laten werken en hij wil niet verder, is het tijd om hem los te laten. Want je bent iemand waard die jouw toewijding, aandacht en liefde geeft op consistente basis, die daar vrijwillig voor kiest en niet iemand die je daar een soort van moet overhalen om in te laten zien dat jij toch echt wel een hele mooie vrouw bent. Tuurlijk, er zijn principes van aantrekkelijke communicatie en je wil jezelf ontwikkelen tot de meest aantrekkelijke persoon die je kunt zijn. Maar als dat niet voldoende is voor hem, wil je hem loslaten. Mocht dat nu iets zijn wat jij lastig vindt, iets waar je mee worstelt in het leven, laat het me dan weten in de reacties. Wellicht ga ik er wel een hele video over maken, omdat ik dit soort berichten wel vaker hoor. Dat dames het lastig vinden om een man met wie ze niet eens soms een echte relatie, officiële commitment hebben gehad, maar die toch elke keer in hun hoofd blijft zitten en ook in hun hart, waardoor ze niet verder kunnen met hun liefdesleven, heel veel pijn, verdriet en teleurstelling ervaren. Dit was in ieder geval voor nu. Voor de rest, abonneer je natuurlijk op dit kanaal. Elke video brengt je dichterbij een gelukkig liefdesleven. Laat me weten in de reacties waar je nog meer video's over wil. Geef deze video een like, dan is er een puppy ergens op deze wereld heel gelukkig. Wetenschappelijk bewezen. Denk ik. Daarbij, veel liefde. Doei doei. Cause it's hard for my soul.